Hallo allemaal, Timo van Champion Helmets hier en welkom op ons kanaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je het vizier vervangt van de AGV Pista GPR-R. Het eerste wat je gaat doen is het vizier openzetten. En dan heb je hier een zwart hendeltje onder het vizier. Het makkelijkste om te doen is om je duim onder het vizier te zetten, wijsvinger op het hendeltje en je trekt hem naar beneden. Dan komt het vizier los, dat doen we ook. Aan de andere kant, dus duim onder het vizier, hendeltje naar beneden trekken en je vizier is los. Om dan terug te zetten, lijn je het viziermagnesme weer op met het verbindingsstukje. Zet hem er rechtop, trekt het hendeltje weer naar beneden en hij klikt erin. Doen we dit ook aan de andere kant, dus je zorgt dat hij opgelijnd is. Trekt het hendeltje naar beneden. En hij klikt. Als je dan klaar bent, het enige wat je hoeft te doen is het vizier naar beneden te doen om te controleren of hij vast zit. Dit was het dan, de video over hoe je het vizier moet vervangen van de AGV Pista GPR-R. Vergeet niet om de video te liken en te subscriben op ons YouTube kanaal voor meer informatieve video's. Bedankt voor het kijken, mijn naam is Simon van Champion Helmets en hopelijk tot de volgende keer.